Meer dan een half miljoen langdurig zieken en burn-outcijfers die onrustwekkend snel stijgen. Er is iets aan de hand en we kunnen niet langer blind blijven voor deze cijfers. Aan de kant blijven staan en toekijken, dat kunnen we niet laten gebeuren. Nu is het moment om onze verantwoordelijkheid op te nemen. En daarom is het belangrijk dat we nu, vandaag, kiezen voor actie. In de eerste plaats werk maken van reïntegratie. Wie kan werken, willen we opnieuw begeleiden naar de arbeidsmarkt. Ten tweede is voorkomen beter dan genezen. Door nog meer in te zetten op preventie, willen we ervoor zorgen dat de mensen de juiste begeleiding en ondersteuning krijgen. We moeten de moed hebben om vandaag welzijn hoog op de agenda te zetten. Zowel beleidsmakers als bedrijven moeten durven werk maken van en investeren in welzijn. De leden van Federgon hebben de expertise, kennis en ervaring om zoveel mogelijk mensen terug aan boord te krijgen of om aan boord te houden. Als we de uitdagingen vandaag erkennen en op een structurele manier aanpakken, dan kunnen wij er als maatschappij in slagen om een gezonder, positiever en sterker arbeidsklimaat te creëren. Investeer vandaag in wellbeing om klaar te zijn voor morgen, want elk talent